we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal. Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar Rivo Vlogs. Het woord van de week is vlag. Dit is de vlag van de gemeente West, Maas en Waal. Deze gemeente ligt ten oosten van Tiel. Alphen, Altforst, Appeltern, Benedenleeuwen, Bovenleeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel horen bij deze gemeente. Er is ook nog Oost, Maas en Waal. En samen met West, Maas en Waal vormen zij het land van Maas en Waal. Jacqueline en Marianne gaan jullie drie dingen vertellen over deze mooie gemeente. Hallo, welkom in het land van Maas en Waal. Maas en Waal is een stuk land tussen twee grote rivieren. Tussen de Waal en de Maas. Hallo, ik ben Marianne. Ik wandel graag langs de Waal. Ik woon dichtbij de Waal. Via deze brug, de Prins Willem-Alexanderbrug, kom je in het land van Maas en Waal. Er varen veel schepen. Het water staat nu laag. Op deze pijlen kun je zien hoe hoog het water soms komt te staan. Dit is de Maas. De Maas is een rustige rivier. Er zijn niet zoveel boten als op de Waal. In de zomer zie je heel vaak plezierboten. Dat zijn bootjes waar mensen op varen voor hun plezier. Dit is een gemaal. In dit gebouw staan pompen. En die pompen het water uit de polder, uit de sloten, naar de Maas. Dit is het oude gemaal. Dat werkt niet meer. Hij pompt niet meer. Het is nu een museum. Museum De Tuut. Het woord van volgende week kunnen jullie zien op dit plaatje. Als je weet wat het is, schrijf het dan weer hieronder in de reacties. En dan zien we volgende week waar de vlog over gaat. Tot volgende week. Doei doei.